Het rommelt in Politiek Helmond. Aanleiding is een artikel uit NRC over de vermenging van de onderwereld met lokale politici. De burgemeester Elie Blanksma klapt in het stuk uit de school. Ze vertelt dat ze ooit door een gemeenteraadslid en een wethouder onder druk is gezet om een pand van een raadslid niet te sluiten. In dat pand was een wietkwekerij gevonden. Maar nu is rondom dat artikel van alles gebeurd daar in de gemeenteraad Hekes van de Dam. Verslaggever Birgit Verhoeven in Helmond vertelt. Wat is nou precies het probleem? Nou, er zijn eigenlijk twee problemen. De raadsleden en de wethouders hebben een gedragscode getekend vorig jaar. En daarin staat dat ze het melden als ze criminele activiteiten merken of horen of ergens meekrijgen. En ze moeten dat melden bij de burgemeester. Want de burgemeester is een vertrouwenspersoon. En dat betekent ook dat de burgemeester dus niet ergens anders mag vertellen wat haar verteld wordt. En dat heeft ze in dit geval dus wel gedaan. Ze heeft het aan het NRC verteld. En er is nog een probleem met de uitspraken van de burgemeester. Dat noem ik, uh, ja, dat is, uh, het is een statement, een statement, maar dat is echt ongelukkig. Want <coughs> dan gaan mensen reageren. En wat ik bedoel bijvoorbeeld, nou weet ik van mezelf dat ik geen panden heb, uh, behalve mijn eigen huis. Maar ik kan me voorstellen dat andere mensen, met name de inwoners, denken, ja, om wie gaat het dan? En dan krijg je allerlei uh, rumoer en onrust. En uh, in principe beschuldig je daarmee alle wethouders en uh, ook alle raadsleden. Ja, commotie dus, uh, Birgit, de burgemeester zelf. Wat zegt zij nu? Ja, de burgemeester zelf is op vakantie, maar heeft wel laten weten dat ze hier behoorlijk van baalt natuurlijk. Ze zegt: ik heb niemand willen beschuldigen met deze uitspraak. Ja, en desondanks had ik mij beter bewust moeten zijn van de impact van de uitspraken. Dit heb ik onvoldoende gedaan en daarvoor bied ik mijn oprechte excuses aan, zegt ze. En daarmee is de kous af. Nou, daar is de kous helemaal nog niet mee af. Ze is nu natuurlijk uh, op vakantie. Maar ze komt uh, ook vanzelf wel weer een keertje terug. En dan zijn er natuurlijk heel veel vragen: wie waren die wethouder en dat, uh, dat raadslid? Wat is daar precies besproken? En waarom heeft ze deze uitspraak gedaan? Allemaal vragen die beantwoord moeten worden. En uh, ja, die moet ze waarschijnlijk ook beantwoorden als ze terug is in de raad.